like deze video sneller dan dat ik de kerstman check. En de like challenge begint nu. Ik ben sneller. Iemand heeft de kerstman ingemaakt. Oh my gosh. En er is maar één manier om erachter te komen wie dit heeft gedaan. En dat is door de obby te halen. Als wij deze obby halen, dan komen wij erachter, als het goed is, wie de kerstman heeft ingemaakt. Ik hoop er in ieder geval achter te komen. Zeg maar, ik zelf zou denken dat het misschien nog wel eens een creepypasta kan zijn. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan denken. Wie heeft de kerstman ingemaakt? Laat het hier beneden weten in de comments. We moeten dus gewoon heel voorzichtig zijn. Want als wij zelf worden ingemaakt, dan kunnen we er natuurlijk niet achter komen wie de kerstman heeft ingemaakt. Het gebeurt steeds vaker dat aardige, lieve karakters in Roblox worden ingemaakt. En het is niet leuk. Heb ik nou serieus twee keer de juiste keuze gemaakt? Oh my gosh, you are kidding me. Dat was best wel clean. Like, legit. Het gebeurt mij niet vaak dat ik tijdens een multiple choice gewoon kalm, casual, bijna alle juiste keuzes achter elkaar maak. Dus het is midden, het is links, het is rechts. Oké, wat denken jullie? Ik denk dat het midden is. Ik ben er heel zeker van dat het midden is. Iets te zeker misschien. Maar hey, zie je het zo? We weten het nu in ieder geval wel. Het is midden, het is links. Vervolgens is het de oh zo mooie rechterrode rechts. En als laatste is het dan toch links, I guess? Ja, dan is het links. Oké, we moeten natuurlijk de checkpoints wel met ons meenemen. Dat is heel erg belangrijk. Ik neem aan dat wij wel gewoon het rode mogen aanraken hier. Maar ik neem het zekere voor het onzekere door er maar gewoon even overheen te springen. Oh my gosh, oké, laat maar. Ik dacht even dat het zeg maar de bedoeling was dat we het rode zouden vermijden. Maar toen kwam ik erachter wat voor ongelooflijk lang pad dit is. Ik bedoel, ze gaan je echt niet zo lang tergen dat je letterlijk de hele tijd opnieuw rood weer moet vermijden. Dus ja, het is op zich best wel te doen. In ieder geval, nee, ik ben echt excited. Zeg maar, ik weet het, het is super zielig dat de kerstman is ingemaakt. Maar het is ook weer een soort van spannend concept voor een obby, right? Natuurlijk is het, ja, de bedoeling dat wij erachter komen wie het heeft gedaan. Laat in de comments weten wie jij denkt dat het heeft gedaan. Ik heb wel een idee, maar dan zou ik het misschien stiekem voorzeggen. Oh, oké, laat het snel in de comments weten. 3, 2, 1. Daar kom ik. Ik denk dat Jason het heeft gedaan. En ik zal proberen uit te leggen waarom. Jason is namelijk een van de weinige creepypasta's die altijd zijn best heeft gedaan om het kerst, zeg maar, weg te krijgen uit Roblox. En nu denk je misschien van, wat? Waarom zou Jason geen kerst willen in Roblox? Kerst is toch gewoon leuk? Nou, Jason is de enige van bijna alle creepypasta's die vaak geen cadeautje heeft gekregen van de kerstman. En laten we eerlijk zijn, misschien is dat omdat Jason simpelweg geen cadeautje verdiende. Ik bedoel, ik wil niet flauw zijn, maar Jason is een creepypasta. Jason maakt mensen in. En dat is waarschijnlijk... Oh, we hebben een sneeuwpop. Waar was ik? Dat is waarschijnlijk voor de kerstman een reden geweest om Jason over te slaan. Nou, Jason is het daar natuurlijk hartstikke niet mee eens. Die is gewoon hartstikke oneens. En het zou dus best kunnen dat dit een soort van wraak is, you know? Zou kunnen, ongepast, laat me duidelijk zijn. Ik ben het er totaal niet mee eens, maar het zou kunnen, right? Het zou kunnen. Dus ik ben heel erg benieuwd of we erachter gaan komen. Het is echt een super lange obby. Like, legit. Het is echt, het is bizar. Het is echt een hele lange obby. Met name omdat we gewoon alleen maar rechtdoor lopen. We hebben gelukkig wel een super schattig dingetje bij ons. We kunnen een face changer kopen. Hoe werkt dat dan? Ah, dat kan hier inderdaad. Hier kunnen we allemaal... Oh, we kunnen onszelf hier veranderen. Oh my gosh, oké, dat is best wel grappig. We kunnen onszelf letterlijk veranderen in allemaal... Hey, dat is op zich best wel toepasselijk, right? Of we kunnen onszelf in de... Ja, ik verander mezelf in de kerstman. Dat is om een statement te maken. Dat is om te laten zien dat als iemand de kerstman inmaakt in Roblox, dat ik mijzelf verander in de kerstman. Ja, soort van, denk ik. Misschien. Het zal wel. Het ziet er wel cool uit. Ah, ho, ho, ho. Merry. Ik moet proberen erachter te komen wie de kerstman heeft ingemaakt. Christmas. Oké, ik heb wel een zwaard bij me, you know. Just to be sure. Ik bedoel, als deze persoon in staat is om de kerstman in te maken, waarom zou die mij dan niet inmaken? Dat is natuurlijk best wel belangrijk om in onze overweging mee te nemen, right? Dus het gaat hier om de ultieme, ultieme voorzichtigheid, you know. En ik blijf het zeggen, dit is geen normale Roblox-obby, oké? Dit is niet je dagelijkse obby waar je gewoon simpelweg van het ene blokje naar het andere blokje springt. Nee, dit is een obby met een verhaal, met een missie. En wij maken daar gebruik van. Oké, let's go! Wat is hier de bedoeling van trouwens? Nee, we moeten letterlijk de juiste telen... Oh, we hebben hem gevonden, nice. Maar wacht even. Als wij nu bij het einde van de obby zijn, dan komen we er toch als het goed is nu achter wie het heeft gedaan. Nee!
No! SpongeBob? Nee, SpongeBob. Oh, hij zegt... Oké, SpongeBob zegt het volgende. Prima, ik geef het toe. Ik heb hem ingemaakt. Omdat hij me kool heeft gegeven als cadeautje in plaats van een raketwerper. SpongeBob. Je kunt toch ook geen raketwerper vragen aan de kerstman. Sorry, SpongeBob, maar... Je gaat hier nog een tijdje moeten brommen. Oh my god, SpongeBob. Ik had dat... Ja, nee, dat had ik serieus niet zien aankomen. Had jij gedacht dat het SpongeBob was? Ik had het niet gedacht. Oké, wat hebben we hier? Oh my gosh, oh my gosh! Oh my gosh! We hebben onszelf letterlijk laten opstijgen. En we storten neer! Ah, of niet? Ik weet het niet. Ik spring er gewoon uit. Kan ik eruit springen op een of andere manier? Oh my gosh. Oké, de kerstman die komt niet met een slee. Maar de kerstman komt... Ga ik landen? Als ik ga landen ga ik echt lachen. Oh my... No. Oh, oké, dat is niet echt de manier van landen die ik eerlijk gezegd bedoelde. Maar wauw. Dit was pretty amazing. Ik had serieus niet gedacht dat SpongeBob hierachter zat. Oké, we kunnen onszelf veranderen in een... Wow, zo zou ik eruit zien als robot in Roblox. Zo zou ik eruit zien als een koning. Zo zou ik eruit zien als... Ik weet het niet. Ja, de kerstman dus. Een sneeuwman, een gingerbread, een weerwolf. Een superhero. Wat? Een spaceman. Eigenlijk had ik die zojuist moeten doen. Welke hebben we nog meer? Een pirate. Arr. Welke hebben we nog meer? Oeh, deze die heeft een soort van spikes. Dit is zo episch. Dit is een Robloxian. Oh my gosh. Oké, dit is serieus ongelooflijk amazing. Maar nu ben ik benieuwd. We hebben hier namelijk een rainbow path. Zijn er misschien meer dingen die wij kunnen vinden in deze obby? Ik bedoel, we zijn er dus nu achter dat SpongeBob degene is die de kerstman heeft ingemaakt. Hoe ongelooflijk bizar is dat? Maar van wie is dit huisje dan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hallo, wat is dit? Oh my gosh, oh my gosh, wat is dit? Is het een open haard? Oh, dit is een sauna! You are kidding me! Oké, dit is op zich best wel interesting. En er is nog iets waar we geloof ik nog niet zijn geweest. Maar waar we op een of andere manier nog wel naartoe kunnen als we dat zouden willen. En dat is die mega noob daar. Ik weet niet wat hij daar doet, maar ik... Oh, wacht, of is dat misschien via hier? Het zou best kunnen dat we dan hier op moeten staan. Werkt dat? Oh nee, dat is gewoon voor het opnieuw neerzetten van iets. Oh, we kunnen hier letterlijk gratis 1000 cash krijgen. Oké, ik denk dat ik er gewoon naartoe ga. Ik weet niet wat ik er te zoeken heb, maar we kunnen het op zich proberen, right? Ik bedoel, come on. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het de bedoeling is dat wij opgegeten gaan worden door deze Roblox-noob. Ik denk legit dat het de bedoeling is dat wij opgegeten gaan worden door deze Roblox-noob. Oh my gosh. Oké, gaan we dat doen? 3, 2, 1. Ah! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. We zijn letterlijk opgegeten door de Roblox-noob. Nou, het is in ieder geval niet zo erg als SpongeBob die de kerstman inmaakt. Dat is dan wel weer een voordeel. Maar we zijn wel opgegeten. Alright, we kunnen hier zelfs een skateboard kopen. Heb ik die nu gekregen? Ik heb geen idee. Alleen, dan is daar aan de overkant... Ah, snel! Dan is daar aan de overkant is nog een soort van gele knop. En ik ben eigenlijk best wel een soort van benieuwd wat er dan gebeurt. Er staat teleporteer naar de volgende obby. Gaat dat werken? Het werkt niet! Of moeten we erop drukken? Nee, het werkt niet. Nou, dit was wel amazing. We zijn in een andere map. En we kunnen onszelf hier veranderen in Baldi en Sonic. In welk van deze twee karakters zou jij je veranderen? Nou, ik ga natuurlijk voor Baldi. Let's go! Dat is amazing. En wow, er zijn hier allemaal verschillende soorten gezichten. Die zijn zo episch. We hebben een gezicht van Pikachu, van SpongeBob, van Kirby en van allemaal verschillende soorten karakters. Maar dat is niet alles. Want SpongeBob was namelijk degene die de kerstman had ingemaakt. Maar in dit spel hebben wij een gigantische SpongeBob. Een gigantische Octo. Meneer Krabs, Patrick en Gerrit de Slak. Het zijn dus eigenlijk gewoon... Ja, een soort van super overpowered varianten van alle bikinibroek karakters. Dus laten we even een kijkje nemen. Oh my gosh. Zelfs Gerrit is mega gespierd. You are kidding me. Oké, ik moet zeggen, ik ga snel de krokante krab in. Oh nee, dat kan niet. Oh jawel, kan het? Jawel, oké, het kan. Het kan, het kan. Snel, 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 snel. Oké. Ik ben in de krokante krab en we hebben hier SpongeBob met een lekkere burger, you know. We hebben hier Octo achter de kassa.
En nu moeten we een soort van gaan uitkijken, want ik wist inderdaad dat hij naar binnen zou glippen. Kunnen we ook naar binnen in het huis van SpongeBob? Ja! Oh my gosh, we kunnen letterlijk naar binnen in het huis van SpongeBob. Like als ik een deel 2 moet maken van dit spel, waarin wij dus letterlijk te maken hebben met de gigantische leden van Bikini Broek. En ik zeg adios.